Vanavond. Welkom op dit webinar. Fijn dat u kijkt. Wij zijn ook blij dat we hier met elkaar mogen zijn. Een webinar georganiseerd door Lely over de overstap naar automatisch melken. Naast melken doen we natuurlijk meer. De Vector hebben we natuurlijk ook. Het automatisch voeren. De Juno. You know, de Discovery. U kent ze. Maar vanavond is het thema automatisch melken. Lely, het familiebedrijf gevestigd in Maasluis. Met lokaal de Lelycenters. centers Ik ben Rick Hoksbergen. En ik werk voor het cluster Benelux het overkoepelende geheel in de Benelux over de acht Lelycenters. Eén van de Lelycenters in de Benelux is het Lelycenter Bunschoten, waarvan we Nick van der Horst als melkverhouder aanwezig hebben vanavond. Welkom, fijn dat je er bent. Vanuit het cluster Wieber en Jongbloed, commercieel productspecialist voor de astronaut, welkom. En Jessica Den Hartog, bedrijfsadviseur vanuit het Lelycenter Bunschoten. En jij was de... Vaste adviseur van Nick. Nog steeds, ja. Nog steeds, ja. kijk. Heel mooi. Um, laten we eerst even naar een filmpje kijken, Nick, waarin jij jouzelf en je bedrijf verder voorstelt. Nou, ik ben Nick van der Horst. Ik woon in Koten met mijn vrouw en mijn drie kinderen. Ik moet mijn zoon van de weg halen. Sorry. Ja, nou, we hebben een melkveebedrijf met al uh, kleine 180 koeien uh, 90 hectare land in gebruik. We in uh, 2019 hebben we een nieuwe stal gebouwd. Door de nieuwe stal zijn we een beetje gegroeid met de koeien en uh, arbeidstechnisch kon ik het uh, niet meer bolwerken. Ik was uh, meer bezig met brandjes blussen dan met, uh, met mannetjes, zeg maar. En toen dacht ik, ik ga voor arbeidsverlichting. Ik ga melkrobots kopen. En uh, afgelopen winter hebben we drie uh, Lely A5-robots ge, uh, geïnstalleerd. De oudste die heeft helemaal niks met koeien. Die is meer van de trekkers. Maar nu er een robot staat, gaat die met een redelijke goede zin ook nog mee de stal in. Dat is wel uh, echt leuk. Uh. Lely heeft heel veel goed gespecialiseerde mensen. Dat volgt elkaar heel goed op en dat vult elkaar heel goed aan. Bij de, bij de handtekening zetten we met de verkopende partij, komt de projectbegeleider. En de projectbegeleider komt weer als de, de, de boetek komt om te installeren. Tussendoor komt de farmmanagement support even tussendoor ook een paar keer aan. Dat is wel bijzonder dat je zoveel mensen om je heen hebt met kennis. Allemaal gespecialiseerde kennis. Ja, dat heeft Lely wel, wel leuk voor elkaar. Als ik nu s'morgens opkom, ga ik een rondje door de koeienstal doen, welke uh, opgehaald moeten worden en de boksen schoonmaken. En dan ga ik met het gezin ontbijten, dat is ook wel bijzonder. Anders uh, kwam ik altijd ver na het ontbijt van de kinderen voordat ze uh, uh, voor schooltijd, daar was ik nooit klaar. Nu ben je gewoon met ontbijt bij. Dat bevalt heel goed. Geef het een mooi plaatje van het bedrijf, uh, Nick. Ja. Uh, mooi om zo te zien. Zeker. Hey, je, je gaf aan, uh, je runt het bedrijf samen met je vrouw en uh, jullie hebben drie kinderen. Ja. Uh, zijn de kinderen ook al echt uh, betrokken bij het bedrijf? Ze hebben gewoon de school hè, waar ze de, de tijd en aandacht en de energie aan moeten besteden. Maar uh, verder als ze thuis zijn en ze hebben tijd over, zijn ze zeker achter te vinden met, uh, met hand- en spandiensten. Zeker. Ja, ja. Hey, mooi. Zeker. Hey, we zagen in, in, het, in het eindshot ook de, de koeien weer naar buiten lopen. Hoe, uh, hoe gaat het voor jou in die, in die combinatie met, uh, met, met weidegang? Uh? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Ja? <laughs> met, met, met de melkrobot, ja hoor. Uh, We hadden in het begin, uh, we moesten, dachten we dat het via de robot moest. Maar uh, uiteindelijk gaat nu gewoon de deur open en ze gaan allemaal naar buiten. Even voor die tijd doe je de, 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 koeien die, de attentiekoeien even ophalen. En meestal heb je aan het eind van de dag uh, één of twee of drie koeien die je weer op moet halen... Om in, uh, in de robotjaren. is Dus dat gaat kijk. mijn inziens heel goed. Heel ja. makkelijk vooral. Dat is goed om te horen. Dat zijn altijd heel belangrijke elementen. En uh, wellicht uh, komen we daar straks met, uh, met Jessica ook nog even op, uh, op terug. Hey, je gaf ook in, uh, in de film al even aan dat jouw doel toch echt wel was om arbeidsverlichting te realiseren. En dat dat een belangrijke reden was om over te stappen naar automatisch melken. Mm -hmm. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Nou, uh, toen ik nog met de melkstal molk. Dan ging ik s'morgens heel vroeg op. En dan ging ik in mijn eentje. Deed ik mijn koeienmelken, zeg maar. Twee groepen wisselen. Een box schoonmaken, alles. En dan kwam ik om half tien of zo. Helemaal laafloos binnen. En ging ik ontbijten. Maar eigenlijk was de, de energie. De paf was al op voor de rest van de dag eigenlijk. Maar nu, uh, ja, je staat fluitend op. Je doet een rondje door de stal, even voer aan, een paar koeien naar de robot. En je gaat ontbijten. En na die tijd start je met frisse energie weer. Tuurlijk, je hebt nog steeds wel werk, maar het is uh, lichamelijk, en man uh, lichamelijk minder belastend, zeg maar. Omdat je gewoon niet die vaste arbeidspieken hebt. En ja, ja dat, uh, dat is wel gelukt, denk ik. Ja. Dat is goed om te horen. Uh, laten we ook even de doorstap maken naar, uh, naar Wieberen. Uh, laten we ook eens van jou even een, een filmpje erbij pakken. Uh, een stukje kennismaking met jou. Ja, prima. Mijn naam is uh, Wiberon Jomdoet. Ik ben commercieel productspecialist bij Lely Benelux. Ik ben, uh, ik ben boerenzoon. Ik vind innovatie erg leuk. En Lely is een innovatief bedrijf. Op het moment dat we met een nieuwe productintroductie komen... dan weet je ook dat je ook zeker zijn dat je gewoon een goed product op je erf krijgt. Nou, we zien dat het, uh, het proces naar nou, automatisch melken dat het best een complex proces is. We zien ook dat een stukje begeleiding daar erg belangrijk is. Het hele proces van sales naar service toe begeleiden wij. Daar hebben we een compleet concept voor opgezet. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de veehouder compleet ontzorgd wordt. We houden hem bij de hand bij elke stap in het hele proces. Op het moment dat hij goed kan werken met het robotsysteem en alles eromheen, dan pas laten we hem los. Commercieel product specialist. Uh, in, de, in de film uh, beschrijf je uh, het hele proces van sales tot service. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat nou? Inhoud? Ja, dat is een, een, een track dat we al jaren terug ingegaan zijn. En dat is eigenlijk. We zagen dat de, de begeleiding rond de opstart van, van een nieuw bedrijf. dat, is heel, dat heeft een, een grote impact op het bedrijf, maar ook op de mensen die daarbij betrokken zijn. Dat hele proces hebben we proberen op papier te zetten. Dus wat we eigenlijk doen is op het moment dat we uh, bij de boer aan tafel komen. dat we uh, uh, helemaal vast kunnen laten zien dat als hij voor Lely kiest. welke personen er allemaal bij hem aan tafel komen te zitten. welke specialisten er allemaal. Zijn en dat we eigenlijk hem dus, zoals ik in, in het filmpje ook noemde, hem bij de hand nemen en eigenlijk het hele traject niet tot tot start van de, van de robots, maar eigenlijk ook daarna nog dat we er zijn als Lely om hem te ondersteunen zodat het robotproject, de, de opstart van de robot, een groot succes wordt. En dat is eigenlijk wat we hebben geprobeerd te vangen in een, in een, in een concept en dat gebruiken we nu al enkele jaren succesvol uh, onderweg. Ja, nou, dat is goed om te horen. Uh, je haalt ook even aan de opstelling in de stal... dat je, dat je daar natuurlijk ook, uh, ook naar kijkt. Uh, kun je daar nog iets, iets over vertellen? Ja, er zijn uh, eigenlijk twee verschillende situaties. Eén, dat is een, 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 een nieuw project. Hè. Er wordt een nieuwe stal gebouwd. Dan heb je alle mogelijkheden. Als je op tijd genoeg aan tafel zit... wat we uh, gelukkig vaak wel zijn... dan heb je ook, uh, uh, kun je meedenken in de inrichting van de stal... Uh, wat je ook heel vaak ziet is dat er de, sta de stal bestaand is. Er, er was een melkstal uh, en op de plaats van de melkstal of ergens in de stal zullen de robots geplaatst moeten worden. Dus je hebt een ideale situatie waar je vanaf dag 1, vanaf stap 1 mee kan. Maar je hebt ook de situatie dat je gewoon uh, zit met bepaalde maatvoeringen. En dan is het heel belangrijk te kijken van ja, wat zijn de wensen van de melkveehouder? Uh, wat willen we met separatie? Wil die bijvoorbeeld ook weidegang gaan toepassen? Um, dus... Wat is zo in, in, in die situatie voor deze veehouder met de wensen die hij heeft, de beste opstelling van, de, van zijn robot in die stal? Uh, en niet alleen voor de melkveehouder, maar natuurlijk ook voor de koeien. Want de koeien die moeten lopen naar die robot, die moeten zelf gaan. Die boer die moet niet constant achter die koeien aan hoeven lopen. We werken met een vrij koe concept. Dat betekent dus dat koeien zelf, als zij dat willen, naar de robot kunnen komen. En dat wordt niet gestuurd. Uh, dus daar kijken we goed naar in de concepten van de, van de stalindelingen. Ja. En, en hoe maak je dat voor de veehouder dan, dan beeldend, wat je, hoe je dat voor je ziet, die, die inpassing? Uh, onze, onze verkopers, maar ook zeker onze projectcoördinators, de, die, 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 die kunnen tekenen in, in 3D uh, uh, in, in AutoCAD. En wat je dus eigenlijk, je krijgt heel mooi inzichtelijk eigenlijk. Zowel in 2D, dus een platte tekening, maar ook met 3D tekeningen. Ja, hoe zou jouw stal eruit komen te zien? En vaak is het net even dat kleine stukje: dat je, je kunt wel een tekening ergens intekenen in, uh, 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 in met, met een potlood. Maar uh, om het echt even te zien van, vanuit 3D, dat geeft je veel beter gevoel van: oké, okay, zo gaat het eruit zien. Je kan bedrijven gaan bezoeken, uh, collega veehouders met vergelijkbare opstellingen. Maar om dat echt in jouw eigen stal te zien, ja, dat is soms best nog wel eens even lastig. En daar helpen uh, goede tekeningen, helpen er absoluut mee. Ja, nee zeker. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Uh, hey, nog één ding wat me dan even opviel. We zagen ook even het aansluiten van de robot onder een van de koeien. Uh, dan zie je de laser zie je nog scannen. Maar er zijn toch tegenwoordig ook wel andere technieken om het aansluiten aan te sturen. Ja, er zijn, uh, wij doen eigenlijk al sinds uh, uh, de start dat we eigenlijk met robotmelkers zijn begonnen, uh, uh, werken wij met lasers. Dat zijn drie lagen lasers. Tegenwoordig is zelfs een vier lagen lasers. Dus die lasert die mede verschillende hoogtes. Uh, er zijn alternatieven, uh, die zien we verder ook in de branche. De reden dat wij nog steeds, dat wij vasthouden aan de laser, is eigenlijk dat die onder elke uh, weersomstandigheid, dus als je in Nederland zit, of je zit in Australië, of je zit uh, in Scandinavië, wat veel kouder kan zijn, um, uh, onder elke uh, weerssituatie werkt die laser gewoon goed. En die laser heeft eigenlijk maar één doel, en dat is die spenen detecteren en vlot detecteren, zodat die koe niet te lang hoeft te wachten voordat die aangesloten wordt. Ja, dus daar zit wel echt een hele filosofie achter. Oh, en de bewuste keuze. Jazeker. Ja. Ja. We zo eigenlijk van, van, van klant naar, uh, naar verkoop, maar beide hebben jullie eigenlijk al genoemd. Het hele traject met verschillende mensen die uh, op het erf komen en die de begeleiding bieden. En een van die personen die dan echt op het erf de begeleiding biedt, dat is Jessica. Ja. Zullen we ook even naar jouw uh, introductiefilmpje gaan kijken? Ja, leuk. Mijn naam is Jessica Nerdog. Ik ben werkzaam bij Lelycenter Center Bunschoten. Ik ben de adviseur van Niek en ik heb hem begeleid tijdens de opstart en overgang naar automatisch melken. Ja, Niek is opgestart in januari met uh, automatisch melken en uh, wij komen twee à drie maanden vooraf al uh, op het bedrijf om het opstarttraject uit te, te leggen daarna komt de projectcoördinator, die plaatst de robot. En ook daarna volgt nog een traject van drie maanden met ons als bedrijfsadviseur om het management en alle data die de veehouder er binnenkrijgt via zijn nieuwe melksysteem, om daarmee te leren werken. Dan zeggen we, de klant kan met het systeem werken en die is volledig bekend met hoe alles draait. En daarna start eigenlijk de continue begeleiding. Dus de klant heeft daarna uh, nog steeds de mogelijkheid om ons ja, in te schakelen om advies in te winnen over hoe hij bijvoorbeeld uh, het weide het beste op kan pakken. Of als hij tegen uh, problemen aanloopt of uh, moeilijke management kwesties. En zolang de klant klant is van Lely kan hij gebruik maken van ons advies rondom het automatisering van het bedrijf. Mooi. Uh, Jessica, in, uh, in, in de film uh, noem je ook de begeleiding die, die jij dan biedt bij bijvoorbeeld Nick uh, en, en dat je dan een, een drie maanden begeleiding uh, biedt. Hoe, hoe, hoe ziet dat hele traject eruit? Uh, ja, we zeggen eigenlijk dat die drie maanden nodig zijn om uh, de veehouder het eigen te maken. Dus uh, dat is over het algemeen uh, het traject wat nodig is om uh, ja, dat de veehouder. Een beetje vertrouwen heeft en uh, eigenlijk uh, echt er zelf mee uh, over, goed overweg kan. Um, in die drie maanden hebben we meerdere bezoeken. Uh, een, uh, een week na opstart. Dus uh, in de opstartweek is de monteur aanwezig. Uh, en dan uh, komen alle data van de koeien komen binnen in het nieuwe programma. Ja, dat is erg wennen, want de veehouder heeft niet meer uh, iedere dag elke koe uh, in handen, als het ware. En nu komt alles uh, ja, binnen via zijn programma. Dus hij moet daar uh, opnieuw naar leren kijken en mee leren omgaan. Nou, in de eerste week uh, leggen we dat eigenlijk uit, want dan komt er dus wel binnen. Vervolgens na een maand komen we dat weer, uh, ja, weer op punt zetten. Komen er ook wat meer uh, zaken aan de orde als uh, nou ja, een keer vruchtbaarheidscontrole, een keer uh, klauwbekappen. Um, dus ja, daar, daar gaan ook alle dingen anders in dan dat het voorheen was. Uh, dus daar helpen we ook bij. Ook zijn er specifieke rapporten die de veehouder dan krijgt. Dus omdat de veehouder dan eigen wordt met het systeem, krijgt hij ook wensen. En daar, uh, ja, daar uh, helpen we dan bij, zeg maar. Dus uh, dan proberen we zo op die manier het... Uh, uh, het bedrijf weer bedrijfseigen te maken, zodat die veehouder op zijn eigen manier zijn ding weer kan doen. En dat is uh, vooral uh, rondom het automatisch, uh, nou, de, richt rondom de overstap, even lastig voor die veehouder en waarom hij vaak tegenop ziet. Hij was gewend om alles te doen zoals hij deed. En nu, uh, vanaf uh, de een op de andere dag, is dat ineens anders. Dus uh, ja. ja, dat is uh, een interessant proces altijd. Ja. Ik zag je even reageren toen, toen Jessica begon over dat de te kan glijden, kan ook wensen krijgen. Ja, hey, herkenbaar dat je nee, er zo achteraf naar terugkijkt, ja. Uh, 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 op een keer, ja, je gaat ander uh, management krijgen, hoe zeg je dat? Uh, op een keer komt uh, de eerste, is, uh, binnen een maand komt, uh, komen ze scannen bij ons, één uh, keer in de maand. Dus dan moet je een selectie hebben, dat die scankoeien apart staan, uh, nu nou ja, door te opstarten, uh, doordat we met robots zijn gaan melken, zijn de koeien zoveel in productie gestegen. Uh, blijkt dat de opstart te snel gaat. Ga je het management aanpassen met elkaar, uh, met de voerleverancier en met de FMS? Minder eiwit in de opstart. Nou ja, vervolgens, uh, nou ja, zoveel van het een in het ander. En je hebt elkaar nodig. De een hebt de kennis en de ander weet hoe te. Ja, hoe zeg je dat? Ja, gaandeweg <laughs> moet het steeds beter gaan. Ja. 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 Maar dat, dat klinkt ook wel wat Jessica een beetje aankaart, dat de hele bedrijfsstructuur zeg maar, op de kop gezet is en je moet er echt opnieuw beginnen. Ja, het, het moeilijkste waar, waar ik het langst over gedaan heb, zeg maar, waar je met melk twee keer op een dag de koeien gevoeld en gezien hebt, vooral het uien gevoeld hebt. Dan weet je ook al, je weet hoe een uien voelt van welke koe. En nu voel je dat niet meer. Hoe haal je dat uit die computer en hoe interpreteer je die getallen? Je, je kan lijsten groot maken als dat je wil, maar... Ja, wat doe je ermee? En daar heb ik wel, nou ja, daar zijn we nu net aan gaandeweg. Kom je daarachter met, ja. uh, met bewerp van. Ja, dat dan is, dan is zo, ik. dus ongeveer die drie maanden. Ja. En uh, ja. Tot, uh, ja, want dit is dan één ervaring, maar jij hebt natuurlijk veel meer ervaring. Ja, ja, ja. En dat, dat zie jij echt in de volle breedte, zie je ja, dat wel terug. Ja, dus daarom is ook dat traject, omdat we dus die ervaring al hebben, is, loopt dat traject zo ook ongeveer. En uh, het is ook bedrijfsspecifiek. Dus stel dat er door omstandigheden uh, het langer of korter duurt, dan nemen we daar ook gewoon de tijd voor. Dus het is dus niet van die drie maanden bij die drie maanden is het klaar. Het is gewoon. Uh, de veehouder bepaalt het eigenlijk, het tempo. Dus uh, net zoals de koeien het tempo bepalen, bepaalt de veehouder dat tempo ook zelf. Uh, ja, we willen uiteindelijk dat die klant gewoon goed mee uit de voeten kan en dat is niet bij dat is voor elk bedrijf anders en we zitten soms ook met uh, tijdelijke opstellingen. Uh, dus ja, dan is dan zo'n traject ook langer. Want dan worden robots eerst op een, uh, ja, op een andere plek in stal geplaatst. Zodat de, bijvoorbeeld de melkstal verbouwd kan worden. Uh, dus dan gaan de koeien eerst daar gewoon alleen heen om gemolken te worden. En vervolgens gaat zo'n veehouder pas zijn separatie gebruiken. Wanneer het dus op de definitieve uh, opstelling staat. Ja, en dan zijn er ook meerdere bezoeken. Uh, dan lopen de bezoeken ook uit. Ja. ja. Ja, want dan zit je natuurlijk in de hele bouwfase. Die duurt dan veel langer. Ja, dan is het traject ja. langer. Ja. 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 En, en hoe, hoe nemen jullie dat mee in, in het verkoopproces, uh, Wieberen? Die hele begeleiding, maar ook zo'n tijdelijke opstelling. Hoe... Ja, we proberen uh, dat, dat, dat vooraf goed duidelijk te maken. Hè? Dat, dat het, niet, um, uh, het moet niet als een verrassing komen wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ook zelfs in het in verkoopproces proberen wij al... Uh, de vijand erin mee te nemen van op het moment... Hij heeft er vaak in zijn hoofd de keuze al gemaakt om richting automatische melken te gaan. Hij heeft waarschijnlijk al met veel collega's gesproken, collega melkveehouders die ook al de stap hebben gemaakt. Maar hij heeft het zelf natuurlijk nog niet zelf ervaren. En we proberen hem wel in zoverre ook in het verkooptraject gewoon echt duidelijk: hè, wat zijn de opties, wat zijn de mogelijkheden? Niek sprak net al even over, van, van wat voor data heb ik van mijn koeien? Nou, we hebben verschillende mogelijkheden, uh, ook met, met, met halsbanden, met, met tags om de nek van de koeien, met herko-activiteit, eetminuten. Er zijn heel veel, scala aan mogelijkheden zijn daar. Dus om dat echt ook toe te passen op de, op de wensen en op de, op de doelstellingen van de melkveehouder. De ene die zegt van, laat het maar redelijk uh, basis. De andere zegt van, ja, die data vind ik juist heel waardevol. Uh, uh, daar zie ik de meerwaarde van in. Uh, uh, die wil ik ook. Dus uh, in dat verkoopproces proberen we dan echt wel een beetje te kijken: van, van ja, waar liggen die wensen en hoe kunnen we die ook invullen? Ja. Herken je dat niet? Jawel, zeker wel. Ja, rondom weidegang ja. is natuurlijk ook altijd: uh, uh, kijk, uh, als bedrijven in de winter opstarten of uh, voor de winter, dan valt, het, valt de weidegang ook niet in die drie maanden. Dus ook uh, als er weer vragen zijn rondom weidegang... zal dat ook later aan de orde komen. En dan uh, ja, kan de VH-ouder ook weer beroep op ons doen. Dus dat is uh, ja, ook ja. weer seizoensafhankelijk. Ja. Maar vanuit die begeleiding uh, heb je een paar keer aangehaald weidegang. Uh, heb je andere thema's die vaak terugkomen in, in de begeleiding die jij biedt? Uh, nou ja, routing is wel een dingetje. Bij Niek hebben we ook, uh, die had ook een bijzondere wens over de routing... Uh, of tenminste, ja, die, er moesten ook koeien linksaf in plaats van rechtsaf. En uh, we kunnen speciale uh, ja, criteria uh, selecteren waarop koeien dus uh, apart uh, in de routing uh, gaan. Uh, dus uh, ja, je kan denken aan uh, automatisch uh, bijvoorbeeld verse koeien. Enkele dagen naar een strohok uh, sturen, dat uh, en dat dat dan weer automatisch eruit gaat. Dus dat de veehouder daar geen handelingen meer voor hoeft te verrichten. En dat is ook iets waar een veehouder vaak nog niet bij stilstaat wanneer die gaat automatisch melken, wat er dan allemaal nog meer uh, mogelijk is. En wij proberen hem daarin uh, ja uh, ook wat. Uh, um, uh, creatieve oplossingen in te geven, zeg maar. Van ja, zou je, is het niet handiger om het zo of zo te doen? Of uh, zou dat voor jou kunnen werken? En dan uh, ja, help, uh, helpen we hem daarin ook met zijn bedrijfsdoelstellingen. Uh, ja, zijn, zijn bedrijf, uh, ja. uh, yeah. Kun je ons wat meenemen hoe dat bij jou gegaan is, Nick? Want uh, uit het filmpje krijg ik wel het beeld dat jij echt heel doelbewust uh, arbeidsbesparing als doel. Dus ik ga automatisch melken. Uh, dan neem ik aan, dan raak je in gesprek met, uh, met een verkoper uh, hoe dan vervolgens jouw plannen in je hoofd ontwikkeld zijn. Ik neem niet aan dat de eindopstelling aansluit bij jouw eerste ideeën. Nee, nee, ja, nee. Dat groeit, neem ik aan. <laughs> Uh, dat zeg ik, we hadden een nieuwe stal gebouwd met het idee voor een standaardopstelling... maar dat, dat bleek achteraf niet te passen. Dus dat was een foutje bedankt, zou ik maar zeggen. <laughs> maar goed, uh, ik denk uh, dat het resultaat... Ja, uh, wij hadden, toen de koeien uit de melkstal kwamen, gingen ze ook door een selectiepoort. En dan had ik de tochtige aan de ene kant en de verse aan de andere kant zitten. En de, altijd na het melken had ik ze allemaal kant en klaar staan... Zeg maar, uh, om te controleren of te behandelen. Dus qua selectie wist ik al wat er mogelijk was. Alleen bij de standaardopstelling viel dat ook niet mee, zeg maar, met doorselecteren. Dus, dus wij hebben voor, nou ja, uiteindelijk kwam er van de tekentafel een kassa-opstelling. Waardoor, nou ja, vanuit twee groepen twee kanten op separeren kunnen, kunnen realiseren. Dus dat ja. is wel. Ja. Plus dat er nou ja, allerlei behandeld en behandeld melkput, zal ik maar zeggen, om de koeien droog te zetten. en melkputje hebben we gemaakt, zodat ik met mijn lange lichaam niet op mijn knieën op de roosters hoef te zitten. En we hebben een, een, een behandelbox, een behandelruimte. En dat, maakt, dat zijn wel de dingen die het afmaken. En dat was in de oude, de oude gedachtegang, was daar geen ruimte voor. Dus, dus ik, ik denk dat we een mooi plaatje hebben neergezet. Ja, ja. en, en, en wat, over wat voor periode ontwikkelt zo'n plan dan? Uh? ja. In jouw geval? Uh, uh, ik vind dat moeilijk om aan te geven. Je ben, uh, op een keer ga je in gesprek met, uh, met de verschillende partijen. En, ja. Maar hoe, hoe lang duurt dat? Het ja. ligt gewoon hoe snel je ja wil zeggen. zoiets. Ik weet het niet. Ik vind dat moeilijk. Ja. Uh, ja, nee, klopt. Uiteraard. Maar ik neem ook. Kijk, ook qua separatie en het intekenen. Uh, ja, dat neemt zo'n verkoop neemt dat mee naar huis. Die gaat, uh, ja. maakt een mooie ja. tekening om ja. te beelden te maken hoe ja. het eruit komt. Ja. ja, er gaan toch zo weer uh, maanden, neem ik aan, overheen ja, voordat je inderdaad. het plaatje voor ja, ogen hebt. Nou, dat zeg ik in eerste instantie. Dachten wij niet dat de leerling ging worden, omdat dat niet past in ons idee. Maar uiteindelijk kwam die, die goede tekening op tafel. Ja, en dat helpt dus wel echt om het ook uh, voor jezelf de knop door te hakken. Ja, het was echt uh, toen die tekening op tafel kwam. Dat zeg ik. Dat is echt wel mooi wat Lely gemaakt had. Dan komen ze met best een pak papier aan. Met allemaal verschillende tekeningen. Met de skybox erop. En uh, van, van drie kanten. En ja, het is echt heel mooi uh, wat ze dan maken. Dat, ik zeg niet dat de tekening maken. Maar het was vooral de indeling die maakte. Dat het uh, de keuze daarop gevallen is. Hoor. Maar ja, uh, ja het, 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 het beeld maakt echt dat je zegt. Ja, het past allemaal. En uh, nou ja. Met, met, met de kennis die Lely heeft, neem ik aan, qua koerouting, hoe het de aan- en afvoer uh, gerealiseerd wordt. Ja. ja, Is het mooi? Ja, ja ik ben uh, wel, uh, daar wou ik nog even wat aan toevoegen. Uh, soms, heel vaak, uh, zijn veehouder bang voor de kosten van het verbouwen. Terwijl als je uh, goed over nadenkt uh, nou, wat, wat je wil en dat je dus al die mogelijkheden hebt en dat je daar vervolgens ook weer uh, nou ja, 30 jaar mee vooruit moet. Uh, dan is dat ook echt heel veel waard, zeg maar. Dus dan kun je wel kijken van, ja, het kost... Uh, het is misschien wel op dat moment iets duurder... maar je hebt er wel veel en veel langer plezier van... en je bent uh, uiteindelijk ook uh, ja, tevreden, zeg maar. En als je compromissen moet doen over, ja, over de laatste euro... is dat soms wel, uh, ja... Is dat soms een verkeerde beslissing als, het over, als je alleen naar de euro's kijkt, laat ik het zo zeggen. Ja, ja het moet natuurlijk weer zijn een rendement opleveren. Daar, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En uh, dan moet je soms net die laatste euro wel investeren om het rendement ook te kunnen realiseren. Ja, ja. ik zie dat hij ervoor staat. Zullen we ja. even kijken naar de. Ja. ja, dit is het geworden. Wat <laughs> moet ik ervan zeggen? We noemen dit, uh, we noemen dit uh, kasopstelling. Bij noemen we dit ook wel de iFlow-opstelling. Wij onze A3 of onze A4, onze A5 robot, daar lopen de koeien recht in en ja. ook recht weer uit. Ja. Ja. Het voordeel van, van deze opstelling is, is dat de koeien um, eigenlijk aan de rechterzijde recht de robot inlopen. Hè? Dus die hoeven geen bochten, niks te maken. Die lopen in één keer zo, zo uh, rechte robot in. Dus vaak ook als de ruimte aan de zijkanten wat beperkt is, dan past dit vaak sneller, hè? omdat je dus niet de breedte van de robot nodig hebt. Uh, dus je kan in een relatief uh, kleine ruimte kan je heel makkelijk kan je die, die, uh, uh, die iflow opstelling kan je plaatsen. En een ander voordeel is ook nog een keer: is dat we zien dat het uh, bezoekgedrag, uh, dus het aantal weigeringen, het aantal bezoeken, bij dit type uh, opstelling, gewoon ook heel goed is, omdat die koeien heel makkelijk die robot inlopen. En dat is, uh, dat is een voordeel van, uh, van de iflow opstelling. Ja, het was heel apart. In, vrijwel binnen een paar weken hadden we drie, drie bezoeken en drie weigeringen. Dat ging heel hard in het begin. Gaandeweg leren de koeien er eigen dagritmen. Dan zakken de weigeringen wel, maar. Uh, is wel uh, Ja, ging ja. goed. En relatief weinig ijzerwerk heb je nodig. Relatief weinig hekwerk eromheen. Dat is ook een voordeel. Ja, en nu zoals we zo zien, uh, Wieberen. Uh, kun je nog eens een paar onderscheidende elementen. Je noemde net al even de, de iFlow. Uh, een paar onderscheidende elementen van, van de, de, de A5. Uh, Jazeker, nou, zoals we er nu naar kijken, aan de linkerzijde zie je bijvoorbeeld de voerbak al zitten. Een groot voordeel van deze voerbak is dat die wegdraait. Dus op het moment dat een koe de robot bezoekt, en die mag bijvoorbeeld nog niet, want hij zit nog niet op zijn, op zijn tijd. Uh, dan blijft die, uh, die voerbak die blijft ook uh, uh, die draait helemaal weg die koe die kan er ook niet bij komen uh, ook een koe die klaar is met, met melken uh, waar nog, er ligt nog een beetje brok nog in zijn bak ligt en we kennen dat vroeger nog wel van, van de melkstal hè? op het moment uh, je hebt een, een, een melkstal er staan acht koeien in en de eerste heeft zijn brok nog niet op nou dan kun je duwen wat je wil maar die, die gaat de box niet uit dus door die Wegdraaiende voerbak, um, uh, ontzeg je de koe eigenlijk de, de, de mogelijkheid om nog in, in die boxen te blijven staan? Er is geen reden voor die koe om te blijven. Dus je ziet gewoon door die wegdraaiende voerbak en die iFlow dat het aantal, uh, de capaciteit van de robot gewoon omhoog gaat. Ook hebben we in de A5 hebben we de, de, de hybride arm hebben we erin gekregen. Dat is anders dan de eerdere die we hadden. Uh, hij is een stuk, uh, een stuk stiller, ook een stuk zuiniger. Het is een elektrische arm ondersteund door lucht. Dus eigenlijk hangt hij uh, in de lucht. En daardoor op het moment dat hij aan het melken is... dan wordt er ook geen energie verbruikt om hem op, op zijn plek te houden. Um, het is ook een stuk stiller, dat scheelt ook nog een stukje en als je het vergelijkt met energieverbruik ten opzichte van de, van de vorige, dan zijn we ruim 20% uh, qua energieverbruik naar beneden gegaan uh, door deze arm. En dat scheelt neem ik aan ook weer in de kosten? Dat scheelt, uh, dat scheelt inderdaad flink in de kosten, ja. ja. Jazeker, ja. Het is ook uh, uh, de vorige variant die, die draait op lucht. Uh, lucht is, uh, is, is, is heel fijn, want lucht is inpersbare. Dus op het moment dat een koe op een arm gaat staan, dan, dan beweegt de arm mee. Of dat hij een flinke schoppen tegenaan geeft, dan beweegt hij ook mee. Het is niet star op dat vlak. Uh, maar we hebben nu eigenlijk de, 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 de positieve voordelen van lucht die, die, die hebben we behouden, in combinatie met het gebruik van elektriciteit. Dus hij heeft nog steeds die flexibiliteit. Maar doordat we niet, veel minder lucht gebruiken eigenlijk, 80% minder dan, dan bij de eerdere modellen, uh, ja, heb je ook meer, veel minder uren dat, dat bijvoorbeeld de compressor ook draait. En dat scheelt dus weer het kostenpunt wat je net even aan, uh, aansneed. Is een, een flink stuk ook in de, in de kosten, ja. Ja. Hey, en als ik dan kijk, het is, het is een, een, een vaste box uh, qua lengte. Hoe, hoe werkt het met grote en kleine koeien in, in dezelfde box? Um, wij hebben een, de, de koe staat bij ons vrij. Dus uh, het is wel zo dat wij wel een variatie hebben tussen bijvoorbeeld een jersey koeien en, en een Holstein koeien. De jersey koeien zijn echt een heel stuk kleiner. Die kunnen bewijzen van bijna overdreven draaien in de box. Dat is niet het geval, maar die hebben heel veel ruimte. Um, wij positioneren onze koeien gewoon in de box. Hè. Die staan niet vast, maar er hangt een, een camera hangt er boven de koe en die maakt eigenlijk een soort van foto van het kruis van de koe. En aan de hand van het kruis weet hij, door de eerste, keer, na de eerste keer inmelken, ook de positie van de spenen van de koeien. Dus wij hoeven de koe niet te positioneren dus, uh, om, om, de, om de spenen te kunnen vinden. En dat is een groot voordeel van deze box: de koe staat vrij. Het enige wat eigenlijk de, uh, de koe aanraakt, dat zijn de, 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 de tabelvoeringen. Wat dat betreft al een heel mooi voorbeeld van de omgeving aanpassen aan de koe in plaats van andersom. Precies, de koe centraal. Ja. ja. Maar ik neem ook aan dat, dat inmelken. En dan kijk ik ook even naar jou, Jessica. Um, Wiebring schetst al mooi het beeld van. De camera, die, die vindt de koe waar die staat en die kan ze aansluiten. Maar hoe gaat dat met de eerste keer het, het inmelken? Uh, kun je daar wat, wat meer van vertellen? Ja, zeker. Uh, nou ja, omdat die koe zo vrij staat, is de eerste keer heeft die koe ook wel wat ruimte. Dus de eerste keer uh, staan de koeien niet altijd, uh, niet altijd stil natuurlijk. Uh, maar goed, dat, uh, die kan dat wel beamen. Dat is maar uh, twee melkingen, denk ik. En dan, uh, dan is dat ook over. Uh, en dan blijft die koe, omdat die ook uh, krachtvoer krijgt... blijft hij in principe goed staan. En juist omdat ze zo uh, op de gemak zijn... omdat ze dus ook de kudde uh, kunnen zien... Uh, ja, staan die koeien eigenlijk vrijwel erg op de gemak. Dus uh, ze zijn daar gauw, uh, hebben daar gauw vrede mee. Uh, de eerste keer inmelken voor de veehouder uh, is ook uh, heel makkelijk. Want eigenlijk hoeft de veehouder alleen maar uh, op start te drukken om, uh, uh, op het moment dat de koe dus uh, naar zijn zin staat. Uh, en dan gaat het, uh, de arm zelf onder de koe. En uh, dan zoekt hij de spenen op en dan uh, gaat hij melken. Ja, en de volgende keer, ja, als de melking dan gelukt is, slaat hij die coördinaten op. En de volgende keer uh, is de veehouder eigenlijk niet meer nodig. Dus, uh... En dat is dan ook wat, hoe het gaat met een, een, een vaasje, ja. Die voor het eerst ingemolken moet worden. Ja, ja. ja. Alleen op start drukken en, uh, en kijken. Ja. ja. Of hij is al geweest voor de, heen. kom kijken. Ja. Hij <laughs> is ook vaak, ja. hoor. Ja. Ja. Dat is nog beter natuurlijk. Ja. Ja, Wij laten ze stage lopen, zeggen we altijd. Zoveel weken voor het afkalf. Poosje bij de melkkoeien. Dat nou, ze dan maar een paar keer in de robot geweest zijn. Die geeft en ze wat brok dan ook. Ja, ja. dan uh, stelt niet zoveel meer voor. Nee. Bij de meeste. Uitzonderingen heb ik natuurlijk <laughs> altijd. Ja, maar dat, zeker. Ja. Ja. Het zijn individuen. Nee. En dat zullen het ook blijven. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, nee, dat is, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ja. ja. Wieberen, uh, we zagen net de, de tekening van, van de stal. Uh, in dat hele proces van sales to service, daar komt dan ook de projectcoördinator om de hoek. Kun je vertellen wat de projectcoördinator doet in dit proces? Jazeker. Um, de meeste centers in ons onze, in onze gebied hebben één of twee uh, projectcoördinators. En wat die eigenlijk doen, is dat uh, um, vaak zijn ze soms al wel deels betrokken bij de, bij de staltekeningen vooraf. Hè. Dus je zit nog in een verkooptraject uh, en, en er zijn ideeën vanuit de klant. En kijken ze vaak al wel deels mee in het, uh, uh, naar de, het hele project, hè, naar de tekening en past het allemaal en gaat het allemaal lukken. Op het moment dat de handtekening is gezet, wat we zien is dat er een overdracht plaatsvindt. Daar hebben we ook weer dat. Die die sales of server waar we het zojuist al eerder over gesproken hebben... Uh, komt dan naar voren. En dan neemt de projectcoördinator... die neemt eigenlijk het project over van de verkoper. De projectcoördinator, dat is eigenlijk de contactpersoon... op dat moment van de boer. En die zorgt dat voor het contact met de aannemer... of met de installateur of met, uh, eventueel met de elektricien... dat alles wat klaargemaakt moet worden voor het project. Dus dat het hele project gaat lopen. Ook dat, uh, die, dat stukje ontzorging... dat nemen we weg bij de, bij de klant. Hè? De projectcoördinator neemt daar de lead aan uh, in. Die gaat een gesprek aan... ook met, met eventuele derde partijen. En die zorgt ervoor dus dat het hele uh, project uh, gaat draaien. Dus waar moeten de, de gaten in de vloer? Uh, waar, uh, waar moet de stroom komen? Uh, hoe moet het afgezekerd worden? Al dat soort dingen die, uh, die, uh, daar zorgt de projectcoördinator voor dat die, uh, dat dat voor elkaar komt en goed voor elkaar komt. Ja. En vervolgens, de projectcoördinator die schakelt dus ook mij in. Dus een aantal maanden vooraf krijg ik al bericht van de projectcoördinator dat we dus nou ja, gaan opstarten op die en die datum bij bijvoorbeeld Niek. En ja, dan ga ik ook mijn traject inzetten om voor de opstart al met die klant in gesprek te gaan. En ik krijg dus ook de informatie van de projectcoördinator die nodig is, zodat ik ja, de opstart ook goed kan begeleiden. Ja. ja? is een belangrijke functie binnen het Levis Center. Ja, ja. Zeker. Zeker in het hele daar uh, lijkt me dat inderdaad een heel belangrijke rol. Wiebring, jij kijkt net ook even aan de, de kosten, de energiekosten, die zijn een heel stuk lager. Uh, hoe zit het voor de rest? Kun je iets, iets zeggen over de kosten van, van het onderhoud, hoe dat uh, ontwikkelt uh, in de loop der jaren? Ja, we zijn dus nu aan, aan uh, generatie 5 toe, hè? A5, astronaut 5, uh, begonnen bij de A1, A2 en, enzovoorts. Um, en in het begin was het eigenlijk met name de prioriteit lag op, op, op techniek en, en goed melken. Dus die koe moet gemolken worden. Daar werd verder niet veel gekeken naar van um, hoeveel lucht wordt verbruikt of hoeveel energie wordt verbruikt. Het doel was, die koe moet gemolken worden en goed gemolken worden. Nou, dat hebben we inmiddels onder controle. Dus dan ga je kijken. En we zitten in een, in een wereld waar, waar duurzaamheid gewoon steeds belangrijker wordt. Ook ons om ons heen. Dus we moeten gewoon kijken van hey, uh, uh, die, die carbon footprint. We moeten gewoon omdenken wat we, wat we doen. Ook als lelie zijnde. En we zijn dus de laatste jaren met name ook aan het kijken van hey, dat die koe, dat die gemolken wordt. Dat hebben we inmiddels wel onder controle. Maar je gaat nu kijken hoe gaan we ervoor zorgen dat die robot ook um, uh, uh, als die draait, als die melkt, ook blijft melken. En we zien dus ook dat die de onderhoudskosten met de modellen, maar ook met, met, de, met de updates die iedere keer weer komen en alle dingen die er nieuw bij komen, dat ook die onderhoud per robot gewoon per jaar steeds ook lager wordt. Daarnaast is ook nog wel interessant om te zeggen is dat we ook een slag hebben gemaakt met de A5 dat we ook de richting opgaan van uh, preventief onderhoud in plaats van correctief onderhoud, dat we straks weten doordat de, de vele data die wij hebben uh, van de robots dat je gewoon weet een bepaald onderdeel die gaat zoveel melkingen gaat mee. Dus wacht je dan tot het moment dat die kapot gaat of je weet dat die naar 40.000 melkingen over het algemeen op het einde van zijn leven is... en vervang je die op 35.000 melkingen... waardoor je dus niet in het weekend op s'avonds nog een keer uh, uh, langs moet komen... of dat er een monteur langs moet komen. Dus we zijn ook heel erg aan het kijken van waar zit die... Uh, waar kunnen we uh, uh, veel makkelijker preventief... dus op het moment dat die monteur er toch is voor zijn, voor zijn jaarlijkse beurt... Dat hij dingen meeneemt wat hij weet van oké, okay, als ik ze nu vervang... dan ga, uh, weet ik zeker dat ze over een jaar of over een, over een maand niet alsnog... Uh, uh, dat we er vooruit moeten gaan rukken. Dus dat, dat zijn mooie ontwikkelingen ja, uh, die kant op gaat. Zeker. Nick, je haalt ook al eventjes aan dat, dat koeien in productie al, al enorm gestegen zijn. Ja, ja enorm. Ja. Nou, uh, we hebben ook wel eens over drie keer daags melken nagedacht. En dan, dan reken je ook met 10 tot 15 procent productiestijging... Maar uh, ja, nu, uh, nu met de robot ga je die kant een beetje op eigenlijk. Ja, met drie melkingen. ja, uh, ja ze zijn uh, best een paar liter gestegen. Uh, ja, ik moet heel hard denken. In de oude stal uh, zaten ze best uh, dicht bij elkaar. <laughs> Voorzichtig uitgedrukt. Dan hadden we moeite om 27 liter gemiddeld te halen. Toen in de nieuwe stal komt er al een paar liter meer. Maar nu met de robot zijn we een paar maanden uh, tegen de 33 liter aangezeten. Dus dat, dat geeft wel aan Ja, ja, wat, ja jij bent, Afgelopen januari ben je gestart met ja, Robots. Ja, januari gestart. Ja. Ja. Relatief korte periode dus al. Ja, ja maar dat is bijna gelijk. Eh, of bijna gelijk, er zit wel iets stijging in, maar eh, ja. Ja, en, en wat, wat zie je daar nou bij andere van jou dus, uh, Jessica? Um, nou, eigenlijk zeg ik altijd het eerste jaar is een opstartjaar. Dus uh, ik ga het eerste jaar niet altijd uit van meer melk. Uh, dat hangt dus ook van, uh, van af. Uh, nou, heb je een tijdelijke opstelling, dan is dat vaker nog wat langer ook onrust. Um, en de veehouder moet het leren. Er spelen natuurlijk meer managementfactoren een rol: voeding, uh, uh, stalbezetting, uh, aantal vreedplekken. Dus uh, ja, de productiestijging is niet. Uh, Per se iets wat ik zeg van dat gebeurt altijd. Of in ieder geval het eerste jaar niet altijd. Uh, en ja, ik wil zeggen echt, het eerste jaar is een opstartjaar. Dus dan uh, ja, ben ik al tevreden als het gewoon net zo ging als de andere jaren. En als de productie gewoon netjes op paal blijft, uh, ondanks alle st stress die de koeien toch erben, ervaren, uh, dat ook het celgetal en uh, nou ja, de melkkwaliteit goed blijft, uh, dan ben ik heel tevreden. En, uh, ja, als de veehouder dan weer zijn weg heeft gevonden en de koeien ook, uh, en die komen inderdaad drie keer, en uh, ja, het volgende jaar kan uh, alle koeien hebben een keer gekalfd, dan uh, ja, dan zie je het eigenlijk wel altijd uh, wat omhoog gaan, dus uh, ja. ja, maar ik zeg altijd: neem er een jaar de tijd voor. Ja, als een koe gunde gun koeien en de veehouder van... een jaar de tijd. Ja. Ja, 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 zeker de verse dieren moeten het toch ook altijd doen, en uh, ja, dus dan moet je toch weer wachten tot alle koeien een keer gekalfd hebben. Ja. Hebben we daar ook nog uh, op, op, op grotere schaal wat, wat data van, uh, Wieberin? Uh... Ja, dat hebben we zeker. Wij um, we doen al jaren uh, doen wij een, een benchmark. Uh, gebruiken we cijfers van, van 14.000 melkveehouders in Nederland? Gebruiken we daarvan. Uh, die zetten we uh, cijfers als. Uh, als, als celgetal, als, als productie, levensproductie, vet-eiwit zetten we uit ten opzichte van de overige automatische uh, fabrikanten. Maar ook tegenover uh, melkstallen. En we zien inderdaad wat, wat hier al een beetje aangegeven wordt. En dat is inderdaad niet na de eerste maand vaak al zo. Gemiddeld gezien is dat er een, een 10% ongeveer dat men meer melkt uh, met een lelie uh, melkrobot. Over, het, over, de, over heel Nederland, hè. dan heb ik het dus niet alleen over de A5, maar over alle modellen. Dus gemiddeld gezien hebben we ongeveer een 10% meer melk. hebben de uh, veehouders die met leliemelken in de tank. Uh, dan dat, uh, dat, uh, per koe moet ik het uiteraard wel zeggen. dan de mensen met een melkstal. Maar dan hoor je ook vaak wel de opmerken erachteraan. Dan zal dat ook wel consequenties hebben voor de gehalten die erin zitten. Ja, dat hoor je inderdaad ook. En maar die cijfers, dat is, dat is bijna niet te zien. Hè? Want je hebt praat je dan. Maar ook de gehalten zijn aanmerkelijk. Uh, die zijn niet lager dan, uh, dan, uh, dan bij de melkstallen en bij de overige merken. Ja, nee, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Uiteindelijk uh, krijg je daar je geld ja, met name voor. Daar word je bij betaald. Dus dat, uh, daar doen we het voor. Ja. ja. Nou, misschien nog even een, een, een korte vooruitblik. Uh, Jessica van. Uh, ik, ik, uh, Nick is nu opgestart. En die draait al met zijn robot. Maar mensen die nu opstarten. Ik uh, begrijp dat die gaan ook uh, opstarten in het nieuwe managementprogramma. Ja, nee, Nieuw Reizen. Even, ja. ja. Kun je daar <laughs> nog kort een paar dingen over vertellen? Uh, ja, dat is wel. Um... Uh, ik, een veehouder krijgt nog meer inzicht, uh, zeker uh, op het uh, gebied van vooruitkijken. Dus uh, de veehouder krijgt veel meer uh, adviezen. Um, en ja, niet per se meer, maar uh, betere adviezen, waar uh, de veehouder direct op in kan spelen. Um, dus gedetailleerd, zeg maar. En alleen ook die koeien in beeld die dus uh, wat markeren. Dat is eigenlijk ons doel: dat de veehouder alleen uh, of vooral inzicht krijgt in de dieren die uh, die, die moet zien. Uh, daarnaast ook een stukje management. Dus uh, marge per koe is bijvoorbeeld een waarde die, uh, die eruit komt rollen door uh, de meetmelk die we meten en doordat we, we, we weten wat de melkprijs is en uh, wat de kostprijs van het krachtvoer is. Uh, ja, kan een veehouder veel sneller sturen, zeg maar. Dus in zijn bedrijfskeuzes kan hij sneller beslissingen maken. omdat hij uh, precies weet welke koe hem wel wat oplevert. en welke koe uh, hem geld kost, eigenlijk. Dus dat, uh, ja, dat zijn een van de mooie voordelen die uh, straks het nieuwe programma bieden. Ja. ja, ik kijk er erg naar uit, moet ik zeggen. Dus. Uh, Mooi. Ja. Uh, een stuk innovatie moet toch doorgaan. Ja. En, uh, nou, we zagen Niekje, we zagen jou ook al op de voorgang staan met, uh, met de telefoon uh, de koeien te selecteren. Doe, doe jij veel op je telefoon of zit je nog veel achter de pc? Uh, s morgens als ik opkom zit ik achter de pc, even de, de attentielijsten doornemen. Maar koeien zoeken in de stal doe je echt wel met je telefoon, ja. En ja. dan kan je mooi afvinken, degene die je gaat hebt. Dat is echt, uh, hebben ze goed voor elkaar. Ja. En ook precies de informatie die je nodig hebt melkproductie, weigeringen en het koenummer. Nou ja. Dus de weigeringen weet je dan ook dat je bij moet zijn. Wat is er aan de hand? En, uh, ja. ja. Het leuke nog wel is het ook, ik uh, vertelde net al over horizon, is dat we straks ook het beeld wat je, op je, op, je, tele, op, je mobiel, op je computer hebt, dat dat straks ook vergelijkbaar is, of eigenlijk hetzelfde is als wat je op je mobieltje of eventueel op je tablet hebt. Dus als jij... Thuis bent in je, in je, op, op je desktop, dan red je, je ook meteen ook op je, op je mobiele of op je tablet. Want het is eigenlijk precies dezelfde interface. Dus dat is een... een, een ja, eenvoudig aanleren. Ja, voor ja. ons wel een voordeel, want uh, we hoeven niet meer de app uit te leggen straks. Het is gewoon een kwestie van downloaden en uh, ja. Dus uh, ja. minder werk voor mij, maar. Uh, <laughs> Helaas. <laughs> ja, makkelijk voor de veehouder. Ja. En daar gaat het om. Ja. Uiteraard, want ja, jullie moeten er iedere dag mee werken. Dus uh, ja. Want hoe, hoe vaak maak jij je rondje nog, nog door de stal heen, uh, Nick? Nou, sinds ze buiten lopen is het terug naar drie, zeg maar. Ja. ja. Voordat ze naar buiten gaan. En dan s'avonds voor het naar bed gaan en s'morgens als ik opkom. Ja. ja. Dus dat is toch uh, drie keer dat je intensief met, met zo'n programma bezig bent... en de data eruit moet hebben die je nodig hebt. Dan is het wel belangrijk dat dat uh, goed voor elkaar is. Ja, onze doelstelling is eigenlijk wel dat... Uh, kijk, Nick is natuurlijk nu drie maanden onderweg. Ja, uh, ja ruim drie maanden. Um, dat traject van die drie maanden is ook wel, uh, um, nou ja, wat ik ook zei, uh, nodig om uh, dus af te bouwen in de ophaalrondes. Dus we zien naarmate dat de veehouder langer onderweg is, is eigenlijk het uiteindelijke doel om naar twee ophalingen per dag te gaan. En dan ook niet uh, uh, dat de koeien daar een uur, uh, dat je zoveel koeien moet halen dat ze een uur vaststaan, omdat je dan weer bij bent. Uh, maar we willen eigenlijk maximaal vijf koeien hebben per robot, per ophalronde. En dan twee keer per dag. En dat, uh, dat is ook ons streven: dat de veehouder dus niet uh, ja, meer werk ervaart, zeg maar. Ja. En ja, bij de ene veehouder gaat dat sneller dan bij de andere veehouder. Maar uh, dat is het doel eigenlijk wel uh, na een half jaar ongeveer. Dat we daar moeten zijn. Ja. Dat vraag ik een stuk loslaten. Vijftien ja. zijn er wel veel, Jessica hoor. Als ja. er vijftien zijn, dan bel <laughs> ik jou. <laughs> dus. Wow. Ja. Nee, klopt. Voor vorige week met die hete dagen, dan, dan heb je de vijftien. Maar ja. verder, als het er met vijf of zeven of negen, dan is het meer dan zat. Ja. Op oh, drie robots hebben we drie ja. robots. Ja, ja. ja natuurlijk. Ja. 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 Mooi. Vanavond heel wat bij de kop gehad uh, over de overstap naar het automatisch melken. Bedankt. Uh, Nick, bedankt dat jij uh, jouw ervaringen met ons hebt willen delen. Dat we bij jouw bedrijf rond hebben mogen kijken. Wieberen en Jessica, jullie ook bedankt voor jullie inhoudelijke input vanavond. Uh, goed om dat ook mee te nemen. Kijkers, bedankt voor het kijken. Fijn dat jullie erbij waren. Je hebt misschien één element vanavond gemist: het financiële stuk. Iedere dag zijn er melkveehouders die inmiddels de keuze maken om automatisch te gaan melken en daarmee ook de financiën het voordeel op de financiën zien uh, van het automatisch melken. Maar die voordelen die zijn zo divers. Bij de een is het een besparing op arbeidskosten, betaalde arbeid. Bij de ander zijn het de extra liters die geld opleveren of voer-efficiëntie. Het is zo specifiek dat we dat niet hier in het webinar aan de kaak hebben willen stellen, maar dat we dat graag bij u aan de keukentafel doen. Dus bij deze ook de uitnodiging om met het lokale Lely Center in gesprek te gaan en voor uw situatie een eigen berekening te maken hoe het voor u uitkomt. En op het moment dat het financieren bij de bank een probleem is, ligt er ook de optie van de lease. Ook daar uh, bieden wij mogelijkheden en denken wij graag met u mee. Nogmaals, dank voor het kijken. Uh, wij pakken de laptop erbij en we gaan in de chat uw vragen beantwoorden. Voor nu bedankt en tot ziens of tot straks in de chat.